heel tevreden. Ja, sowieso al bij het begin hoor. Het was gewoon tevreden dat we dit hebben mogen doen met al die mensen. En want het is heel wat, weet je. Als je gewoon in je leven zoiets mag meemaken met zo'n groep mensen. Dat je iets kan gaan maken en dat, daar, dat mensen daarin geloven en achter je gaan staan. Van over deze première? Ja, als je het talent van deze mensen ziet, bij elkaar opgeteld. De emotionaliteit, mijn vrienden, die waren allemaal emotioneel. Echt emotioneel, dat konden ze niet verbergen ook. De psychologen zijn eraan te pas gekomen. Ze liggen nu op de bank bij mevrouw. Dat is gewoon mooi. Ik vind het, er is zo mooi gepresteerd vanavond. Het had alles wat het moest zijn. En voor ons om het zo waarheid te zien worden, waar je zo lang aan gewerkt hebt, is fantastisch. Er zit zoveel bloed, zweet en tranen in van de cast en de crew, dat is onvoorstelbaar. Ja, nou, dat is heel mooi. We hebben geprobeerd om zeg maar die 3D functioneel in te zetten, niet de hele tijd. Want het is wel een theatervoorstelling. We willen niet musicals opnieuw uitvinden, want het is gewoon een heel mooi medium. Maar we wilden kijken of er rek in zit in wat je kunt doen. En ja, ik denk dat die balans wel redelijk geslaagd is, persoonlijk. Hebben jullie een... Hoi Lisse, als ik jou bij het begin van Codarts gezegd had, joh, jij gaat in Sky spelen en dan knallen van de musical, wat had je toen gezegd? Had ik gezegd, ja, doei. Nee, dat had ik echt niet geloofd. Nee. Hoe heb je deze maanden doorlopen eigenlijk? Wat ging er allemaal door je heen? Heel erg leuk vooral. En heel veel nieuwe ervaringen. Een keileuke groep leren kennen. Echt gewoon heel veel nieuwe vrienden gemaakt. Dat was zo fijn. Dus ik heb eigenlijk heel erg genoten. En dat maakt zo'n première en zoveel druk maakt dat echt wel makkelijker. En dan mag je zo'n mooi verhaal vertellen. Kan je iets meer over je rol vertellen? Nou, Sky is een meisje van 16 en die kampt met heel veel problemen. Dus de vader die is overleden en ze wordt heel erg gepest op school. En op een gegeven moment komt ze eigenlijk een beetje een foute jongen tegen. Die ziet ze wel zitten of zo. Of daar voelt ze wel iets bij en die kijkt naar haar om. Dus dan komt ze eigenlijk in aanmerking met drugs. En dan belandt ze daardoor in een soort droomwereld. En in die droomwereld komen eigenlijk al die problemen terug. Maar dan leert ze in die droomwereld al die dingen overleven. En dan kan ze weer terug naar het... Dan is ze dapper genoeg en opgeladen genoeg om gewoon terug te gaan naar het echte leven. Kom je in zo'n decor terecht. Toen je binnenkwam, wat dacht je toen? Toen je al die effecten zag? Ja, dat is zo indrukwekkend. Dat vind ik echt heel erg cool. En ook, ik vind het ook wel lekker dat het gewoon achter je allemaal zo gebeurt. Je voelt gewoon dat er effecten om je heen zijn en dat er gewoon veel aan de hand is. En dat is heel lekker om in te spelen. Zie jij het publiek, denk ik? Wat zie jij dan? Wat denk je van die mensen met die brilletjes op voor je neus? Ja, soms is het heel raar. Dan denk je, sta ik nou in een soort film te spelen of zo? Maar... als je er eenmaal aan bent, je bent na 3 shows ben je er alweer aan gewend. Dan zeg je, oh ja, zij zitten met hun bril op. Dat is gewoon oké. Okay. Over dromen gesproken, is dit jouw droom? Het is wel een kleine droom die uitkomt, ja. Zeker. Ja, ik heb 100 dromen hoor. Maar dit is wel een van de, dat ik gewoon echt mijn eigen rol mag creëren. Met zulke leuke mensen kan werken. Best een ingewikkelde productie, waren heel veel aantekeningen, heel veel notes over Lisse niet of nauwelijks. Zij heeft daar vanaf het begin af aan bovengemiddeld gepresteerd en ook vanavond was ze van uitzonderlijke klasse. Dit is voor mij niet een vraag of zij een carrière heeft, maar meer hoe lang dat nog gaat duren. Ja, dat er geen vraag is inderdaad. Lisse is van een andere planeet. Die komt van school en die is in elk, zowel qua talent, qua zang, qua acteren, qua mens, haar mentaliteit, ongekend. 22 en dan dit presteren, ja, dan ben je een heldin voor mij. Ja, echt ontroerend. Ik vind haar ontwapenend goed, echt. Ja, maar ik heb zoveel respect voor Lisse. Zo'n jonge meid, net afgestudeerd, en die staat me daar toch een partij met haar voeten op de grond en laat zich niet wegslaan door stress of... Ja, en daar is nogal wat op haar afgekomen de laatste paar maanden. En ja, het doet er niks. Ze doet het gewoon. Of in ieder geval, het lijkt of het er niks doet. Van binnen misschien wel.
En ik vind haar te gek. En zij kan zo prachtig zingen en dat spelen ook. Ze is een natuurtalentje. Ja. Wat voel je nu even? Wat gaat er door je heen? Ik ben voornamelijk heel blij dat het erop zit. En ik ben heel blij dat we het nu hebben kunnen laten zien. En voornamelijk blijdschap gaat er door me heen. Jij hebt toch wat ervaring. Zie je in deze productie, toen je binnenkwam en die zaal zag en die effecten, wat ging er toen door je heen? Nou, dan denk je, jezus, waar ben ik aan begonnen? Nee, dat was natuurlijk hartstikke bijzonder om mee te maken, omdat het de eerste keer is dat het in Nederland gebeurt. En als je een onderdeel bent van zo'n productie, ja, dan is dat natuurlijk heel gaaf om daar te mogen staan. Dus ik denk dat het voor iedereen van ons geldt, dat het natuurlijk een voorrecht is als je erbij mag zijn, zeg maar. Net uit Greece, of je zat eigenlijk nog in Greece en dan donder je hierin. Hoe is dat? Tof. Heel gek periode gehad. Natuurlijk ook een hele leuke groep moeten verlaten. Maar ik ben ook echt in een warm nest weer terechtgekomen. Dus heel tof. Heel leuker. Dat is gewoon een feit. Ja, dat is gewoon een feit. Over leuk gesproken, dan zie je die mensen met die zonnebrillen op, om het zo maar te zeggen. Wat denk je dan als je daar naartoe staat te spelen? Ja, dat is bizar. De eerste keer was echt heel gek. Gewoon een zaal met 800 man die dan alleen maar met een zonnebril op zitten. Dat is echt, je denkt, ik ben de bioscoop of zo. Ja, er klopt iets niet. Alsof je in een soort van ruimteschip beland bent of zo. Met allemaal soort van ruimtewezens die naar je kijken. Ja, dat. Ik speel de rol van Howie en Inachis, de rups in de droomwereld. En Joël? Ik speel Nick en de hosselaar in de droomwereld. En Daisy? Nou, Cynthia en koningin Cynthia in de droomwereld. Wat maakt dit verhaal nu zo uniek? Ik denk dat het voor musicalbegrippen niet, maar voor theaterbegrippen een best heftig verhaal is. Een verhaal over een meisje van 16 wat heel erg gepest wordt. En dat het geen tienermusical is, zeg maar. Dat is veel vaak in de Carrie Slee-achtige, waar niks mis mee is overigens. Maar dit is wel een iets verhevigder verhaal, denk ik. Wat het vrij bijzonder maakt voor het publiek om te kunnen zien. Dat krijgen we ook terug, dat het ook echt wel op een bepaalde heftige manier gaat op scholen. Dus dan merk je dat het best wel aansluiting vindt bij mensen. Ja, deze vrouw kan niet relativeren op dit moment. Dus ik kan nergens relativatie of iets lichts of dit is het ergste wat je als ouder kunt meemaken. Dus dat is een balanceren op een randje van pathetiek, sentiment. Dus ik vond het heel spannend, heel spannend, ja. Ben je zelf moeder? Ik kan me niet voorstellen dat je niet teruggedacht hebt aan, stel voor dat ik in zo'n situatie zou komen. Ook, en ik merk dat ik vanavond met mijn dochters in de zaal het extra moeilijk had. Vind ik dan toch, dat emotioneert me dan. Omdat ik iets speel waarvan ik denk, ik hoop dat ik het in mijn leven niet ga meemaken. Maar tuurlijk. Alleen ik denk dat ik me in de verste verte, ondanks dat ik het speel, niet kan voorstellen hoe je je echt voelt. Godzijdank. Theo, soldaat gedaan. Dat was eenmalig, uniek. En nu doe je dit weer. Hoe is dat? Ja, weer iets heel anders. En tussendoor alleen maar toneel gedaan en nou weer een musical een keer. Wat wel fijn is, omdat ik het zingen miste ik wel. Ja, nee, ik vind dat hartstikke leuk. En dan mag je nu materiaal van Marco Borsato zingen. Toch wel bijzonder, ja. En ook kennis maak je met Robin de La Vita, denk ik, die je al kende van De Soldaat natuurlijk. Ja, we kennen elkaar goed en dat is fijn. Nee, maar, en de regisseur Bobby Boermans is mijn beste vriend en het is een warm bad en een ontzettend leuke groep. Dus het was heel leuk werken, ja. Hoe is het om in zo'n omgeving te spelen? Heel veel effecten en dergelijke, dus hoe is dat? Dat is wel raar, want omdat dat 3D-effect op de achterschermen zit, was het heel moeilijk uitlichten, dus heb je heel veel zijlicht. Dus we moesten heel technisch eigenlijk spelen op de vloer, wat weinig vrijheid geeft voor een acteur. Maar ja, dat is een kwestie van gewoon veel doen en daaraan wennen. Maar het was niet makkelijk, zeg maar. Nee. Heb je de effecten vooraf al gezien of heb je nog niks gezien? Ik heb af en toe bij andere scènes in de zaal gezeten met een 3D-bril op. En dus ik heb een paar dingen mogen zien, ja. Hoe vond je het toen je het zo zag? Ja, ik heb bijvoorbeeld Vlinder gezien, dat hij gaat vliegen. Ja, dat ziet er wel te gek uit hoor. Maar de rest heb ik eigenlijk niet gezien. Ja. Ik had tegen jou gezegd, jij gaat Sky the Musical doen met allemaal 3D-effecten van Marco Borsato en Yu Yu Wang. Wat had je gezegd? Ik had gezegd,
Blijf dromen. Ja, maar ja, dat ik hier mag staan had ik gewoon nooit verwacht. Je speelt een lekkere, toch wel een lekkere rol moet ik zeggen. Ja, ja, ik heb de kans gekregen om ondanks een ensembleplek een heleboel leuke plekken te vullen in het stuk zelf. Kleine rolletjes tussendoor die een leuke sfeer creëren in de musical zelf en samen met de andere acteurs gewoon mogen acteren. Ja. Maar niet alleen acteren, ik bedoel, ik zag je swingen. Ik zou een hernia krijgen. Ja, zeker. Nou, samen met Keone en Mari hebben we fantastische choreografieën neergezet. En ja, dat is gewoon om met die mensen te mogen werken. Nou, ik ben zelf opgeleid als musicalacteur, niet echt als danser. En om naast die mensen te staan, dat is zo intensief. En om überhaupt al pasjes mee te mogen doen, is voor mij al gewoon de limit. En sky is the limit om daarnaast te staan. En ik doe het wel echt heel graag en ik heb keihard voor moeten trainen en uiteindelijk kan je het gewoon en dat is fantastisch om te kunnen. Want er zitten waanzinnige effecten in deze voorstelling, gelukkig niet heel de tijd, maar af en toe even hele mooie momentjes. Ja. Nee, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd wel de effecten te bekijken tussendoor en gewoon de dingen die ik heb gezien is fantastisch en je krijgt ook heel veel terug van het publiek. Als ik daar sta en alles om mij heen draait, wat ik eigenlijk helemaal niet door heb. En het publiek gaat wild om gewoon, en alles wat je hoort. En ja, het is gewoon heel fijn. Het geeft een hele fijne vibe in het theater. Want eigenlijk samen met het publiek ga je in die voorstelling, in die wereld stap je. Dat is fantastisch om zo te mogen spelen.